Locatie Papendal. Kijk, ik dacht, ik ga naar de training. Ik ga bloed, zweet, tranen zien bij de volleybalsters. En wat zie ik? Hier. Ja, hi. Maret. Ja. Jullie zitten gewoon relaxed. Ja, we hebben net getraind. Je hebt het net gemist. Maar even dan voor het gevoel, omdat maar eventjes, wat hebben jullie vandaag gedaan? We hebben vandaag krachttraining gedaan en baltraining. En dat doen we in 3 groepen. Dus de eerste groep begint om 9:30 en de laatste om 10:30. En dat wisselen we af. En krachttraining, wat houdt dat in jullie geval? Nou, dat is hele zwaar krachttraining. Ja? Ja, alle benen, armen, verzuring. Wat, squatten en zo? Ja, zo. Snatchen, alles. Sorry, snatchen? Snatchen, ja. Oké. Snatchen. Nee? Wat is snatchen? Ja, je hebt voorslaan, dan doe je dit. Ja. En bij snatch, dan doe je hem zeg maar. Lonneke kan hem heel goed. Ja. Ja. Nou. En hoeveel snatchen? 50 kilo. En hoeveel series? 3 keer 4, zoiets. Hey, 3 keer 4, 3... Holy shit, dat is veel. Maar je hebt het nodig. Maar dat is echt onze power vrouw. Is Lonneke de power lady? Iedereen is heel sterk. Celeste ook, ja. Celeste Plak. Maar ik vind iedereen heel sterk. En wat snatch jij? Ik snatch niet. Kan ik niet aan. Nee, ik hou het bij voorslaan. Nou, dat is 55 kilo. Nou, dat is ook wel... Ook 4. En dan heb je 3. Ja. Alles, ja, alles in series. Altijd 3 series. Ongeveer. En baltraining, wat was dat vandaag? Wij moesten serveren en pasen. Diagonaal hè, ook veel, of niet? Nee, diagonaal. Ik ben er niet genaal. Jij hebt diagonaal. Ik doe alleen maar serveren en zo. Lokeren, alleen maar. Afvallen. Dat is het. Verdedigen moet eigenlijk ook niet zo goed. Marit, ja. Luister, dit is raar voor jou. Een volleybalzaal, leeg, geen ballen, helemaal niks. Eigenlijk is het heel saai. Ja, ik word er niet heel warm van. Nee, nee toch? Nee. Maar luister maar, even serieus. Kijk, toen jullie met hem begonnen, hè, stond je ongeveer 14 of zo. Ja. En nu word je gewoon tweede EK. Je speelt een kwalificatietoernooi. Je wint van gewoon goede landen. Je staat op de Olympische Spelen. In echt heel korte tijd. Ja. Voor het eerst in 20 jaar een volleybalteam naar de Olympische... Ja, bizar hè? Ja, vinden wij ook wel hoor. Vertel. Ja, het is wel heel erg om te zeggen dat ik zoveel veren in de kont steek van Giovanni, maar het heeft wel met hem te maken. Maar ik moet ook wel zeggen, wij hebben ook wel echt veel talent in de groep. Dus het zat er altijd wel in, maar het is er dan nooit uitgekomen en nu komt alles eruit en valt alles samen en het heeft ook wel een deel met hem te maken. Het is een samenwerking van alles. Ja, dat klopt. Maar waar geniet jij het meeste van in deze reis, deze Olympische reis? Deze road to Rio? Nou, weet je, wij waren dus in Tokio om te kwalificeren. En toen waren we gekwalificeerd. Nou, ik voelde eigenlijk niet zoveel, weet je dat? Maar als ik had verloren... Voelde je alles? Dat voelde ik alles. En nu was het einde van, yes, we hebben het gehaald. Nou, mooi, en nu verder. Weet je wat ik wel mooi vond? Dat weten jullie niet, want niemand heeft gezien. Ik heb het zelf nog niet eens gezien. Maar ik denk dat het een maand of 2 geleden was. 1,5 toen jullie Tokio speelden. Toen kreeg ik een vraag vanuit de technische staf. Of ik jullie wilde toespreken. Ja, dat hebben wij gezien. Ja. En ik moest ook een paar vragen stellen. Ja. Ik dacht, hé, ik moest... Maar was dat niet raar dat je ineens vanuit Nederland dan een bericht kreeg? Want ik dacht van, hoezo hij? Hoezo? Ja, wie is die man? Ja, wie is die man? Maar ik vond het wel leuk om te doen, hoor. Ja, nee, heel leuk. Ik vond het heel bijzonder. Want we kregen dat de dag dat we ons konden kwalificeren, kregen we jouw filmpje te zien. En iedereen had gezien, geeft wel extra motivatie natuurlijk. Ja. En dat was heel leuk. Leuk gedaan. Nee, weet je, ik vond het eervol om te doen. Omdat het ook, ik vond wat ik mooi ervan vond, niet omdat ik het deed. Maar ik vond het mooi dat de technische staf dus op allerlei manieren probeert jullie te prikkelen. Dat is ook zo. Want voor elke wedstrijd krijgen we ook echt een motivatiefilmpje. En verzint telkens wat anders. En soms is het door de motivatiefilmpjes heen. En dan, maar echt... op allerlei manieren. Net dat beetje extra. Ook voor de wedstrijd in de kleedkamer. Is hij nog net wat een paar woorden. En dat we als tijgers dat veld op gaan. En als leeuw winnen. En denk je echt. Dan ga je gewoon. Ja, kom maar. Vol. Weet je. Ja. En dan pep je nog even iedereen extra op. En ja, dan gaan we dat veld op. En dan is het gewoon gaan. En heeft hij iets wat hij altijd tegen jou zegt. Waarvan je zegt. Marit, je moet.
Ja, voor de wedstrijd heeft hij, zitten we altijd in een kringetje te stretchen. En dan komt hij één voor één naartoe. En dan zegt hij vaak tegen mij, Red, ik wil dat je vol gaat. Energie aan het team. Let hier op wat de tegenstander dit en dit en dit doet. En verder denk aan je kwaliteit. Ik zeg, oké, coach, yes, let's go. Dus, ja. Geen grappen met Giovanni. Nee. Nou, hij heeft wel humor. Hij heeft echt humor. En kijk, natuurlijk wil je een mooi resultaat. Ik bedoel, natuurlijk, het resultaat is het mooiste in Rio. Ja. Maar wanneer ben jij los van het resultaat tevreden in Brazilië? Ons doel is de kwartfinale. Als we die winnen, dan gaan we spelen voor de medailles. En dan, ja. Ja, kijk, als we heel goed spelen en we worden vierde, dan ben ik toch teleurgesteld. Tuurlijk. Ja. Nee, toch die medaille. Dat is toch echt het doel. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, ik heb al zilver thuis liggen van Marcel. Dus ja, ik moet eigenlijk gewoon geld hebben. Ja. Is wel mooi als je thuis komt en dan zegt ja, van... Ja, joh, dan leuk, toch jouw zilver, voor. Maar... Ja, ding. Ja, gaan we zien. Het zou wel gaaf ja, zijn. Ja, het zou echt mooi zijn. Ja. Ik zie je in Rio. Ja. En ik hoop dat ik je leuk op het podium zie. Want gewoon het ga je de huldigingen doen? Ik doe de huldigingen. Ja, dus in principe dan... Moet het wel met een goede kleur zijn? Nou, nee, het is, maakt niet uit. Brons voor is... ons is ook eigenlijk elke kleur goed. Ja, ja, want het is al ongelooflijk dat jullie daar staan. Ja, is ook. En 20 jaar niet gestaan en dan is ons doel een medaille. En welke kleur maakt het op zich niet uit. Maar goud is toch het mooist. Ik zeg, de volleyballers zijn on heat. Jullie gaan voor iets goeds. Wij gaan voor iets goeds. We zijn op fire. Hoe zeggen we dat in Italië? Auguri. Auguri is gefeliciteerd. Ja, of succes. Bocca al lupo. In bocca al lupo. En dan zeg ik crepi. Crepi al lupo. Bocca al lupo. Crepi al lupo. Ciao.